Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb hier mijn schoenen meegenomen. Per ongeluk, die wilde ik helemaal niet meenemen. Maar dat hebben jullie vast ook wel ooit een keer in jullie leven gehad. Je loopt ergens naartoe, bijvoorbeeld naar boven, naar de zolder. En dan ben je er en dan denk je, wat moest ik eigenlijk ook weer doen? Je loopt naar de koelkast toe en je vraagt jezelf af wat je daar ook weer ging pakken. Je hebt een snoepje en je pakt dat snoepje uit en je gooit het snoepje weg en je hebt het papiertje nog in je handen. Nou, dat is een perfect voorbeeld denk ik, of perfecte voorbeelden. En zo heb ik dus mijn schoenen meegenomen, terwijl ik die dus helemaal niet nodig heb. De schoenen laat ik wel eventjes liggen. En wat ik nu ga doen, dat wordt wel duidelijk als ik jullie even wat beelden heb laten zien. Dus ik zou zeggen, geniet van deze randomheid, want het is echt heel erg random. Maar dan wordt het in ieder geval wel duidelijk voor jullie. Goedemiddag, Chilean Residentie. Hallo, goedemiddag met Pietrik, Hendrik, Jan. Ik wil graag wat lumpia's bestellen. Hallo? Oh. Ik ben zo'n Johnny, weet je wat ik had gedaan? Nou. Ik had hem op mute gedaan. Je wou de tv op mute doen, toen heb je telefoon op mute gedaan. Yep, ik was even in de war. Je moet naar recent gaan. We gaan nog een keer bellen. Deze keer zonder op mute. Goedemiddag, Chinese Residentie. Hallo, goedemiddag met Hendrik, Pieter, Jan. Ik zou graag wat lumpia's willen bestellen. Ja. Mag ik 3 porties lumpia's? Mini lumpia's graag, vegetarische. Ja. Dat was de bestelling. Oké, okay. 3 minuutjes. Komt Pieter ze zo ophalen? Oké. Okay. Doeg. Yep, bedankt. Wat heb je met Pieter? Nou, weet je wat het is? Sinds dat ik zeg maar wat, ja, ik heb zo'n hekel aan te zeggen, maar bekend ben geworden. En jij ook, ja, kunnen we nooit ons voordoen als iemand anders. Want ze herkennen ons meestal. En aan de telefoon kan dat. Hij gelooft het gewoon. Snap je? Waarom zou hij het ook niet geloven? Nou, het boeit hem echt niet wie die lumpia's. Ik vind het gewoon even leuk. Het boeit hem echt niet wie die lumpia's komt halen als je ze maar komt halen. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb gewoon even mijn lolletje. Oké, nou fijn voor jou. Ik heb hem gewoon lekker geprankt, die Chinees. Prank! Waha! Hoorde je al. Echt waar? Ja. Waarom zeg je dan niks? Ik wist niet wat je ging doen. Dus dan stop ik gewoon. Hè, dan stop ik gewoon. Hier, neem mijn camera anders. Nou, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Ik ben veel leuker dan... Nee! Ik ben vandaag koning Enzo. Doe nou even normaal. Doris, Enzo. Ik kan dit balanceren op mijn hoofd. Ja, hij zit echt op het plafond nu. Zie je dat? Pas op die lamp, holy shit, dat scheelt zo weinig. Neerzetten en normaal doen en zo. Kijk, dit is vet handig. Ja, heel handig. Doei. Ja, hoe ga je nou neerzetten? Dat probeer ik, maar dat lukt niet goed. Ben ik blij dat jij zo lekker volwassen bent. Het ligt aan het ding, omdat hij zo goedkoop was. Het ligt niet aan mij. We moeten gewoon een droger. Dat is de key to succes. Die kan je namelijk niet optillen. Hier heb je deken terug. Het is zo fijn om nu gewoon hier in het opberghok te lopen. En gewoon rustig op je gemakkie. Terwijl je dus alle ruimte hebt de was eruit te halen. En dat is het, hè. Je weet pas wat je hebt als je het slaat nergens op en zo. Dit ook weer niet. Je moet de was eruit halen. Ik ben zo raar. Ik ben zo vreemd. Oh, wacht. Oh, ik zie een eend. Anyways, ik ga eventjes de was ophangen hier zo, want ja, dan is dit ding ook nog ergens goed voor. Ik zal trouwens even rechtop filmen, dat maakt het allemaal wat makkelijker om te kijken, dat snap ik. Nou, ik ben onderweg en ik ga even een vriend van mij facetimen. Iemand die mij hopelijk weer even kan voorzien van een fresh kapsel, want mijn kapsel slaat nergens op. Ik ben blij dat ik de pet goed en stevig vast heb geplakt met lijm op mijn kop. Nou, dat is een grapje, maar... Het ziet er in ieder geval niet meer uit. Ik heb voorrang, yay! Weet je wat ik heel vaak merk? Zo, het scheelde niet veel trouwens. Ik word gewoon genegeerd. Ik word niet opgenomen helaas. Zie je deze paal? Kijk, daar ga ik omheen lopen en dan loop ik weer naar huis. Dit is echt zo ongemakkelijk en dit is zo frustrerend gewoon. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Ik ben gewoon mijn portemonnee vergeten.
Oh, die auto. Wauw. Hey, Deetje, ben je er? Hey, hallo Deetje. Kijk, Deetje in de vlog. Deetje, ik ben mijn portemonnee vergeten. Oh my god. Oh my god, zegt ze. Kan je die uit het raam gooien voor mij? Ik weet trouwens ook niet waar die is, dus succes met zoeken. Kom maar, Dee. Oh ja, nee, echt super. Zo, 20 euro mee. Afhalen. Alsjeblieft. Bam! Man, alweer wat vergeten. Satésaus. Hallo, mag ik nog satésaus? Ik ben vergeten te vragen. Oh yeah! En dan eindelijk heb ik alles gefixt. Ik was er net ook nog even mijn sleutels kwijt, dus Dee had de deur open gedaan. Bleek ze gewoon in mijn jaszak te zitten. Ooit heb ik voor jou iets heel erg moois gekocht, omdat we 2 jaar samen waren. En je loopt weg en dat begrijp ik. Want dit ding is helemaal naar de vernieling, ja? Dit is helemaal niet meer levend en onze relatie moet levend blijven. En vandaar dat je zo sukkelig doet. Het leeft niet meer. Kijk nou, waarschijnlijk als ik hier... Wow, die hele boom. Oh my god. Ja, het is toch een prank? Hoezo een prank? Ja, weet ik niet. Dus... Weet je hoe duur die boom was? Hallo, waar blijven alle verjaardagscadeautjes die ik voor jou heb? Weet je hoeveel cadeautjes ik voor jou heb gekocht in mijn leven? En weet je hoe vaak jij dingen kwijtraakt en alles? Die boom was niet alleen duur, maar er zat heel veel liefde in. En kijk hoe die liefde nu er vanaf gaat. Jij gaat het stopzeggen. Hier, en dat ook nog, hè? Dee? Ik heb een borstel voor je meegenomen. Nee, die was hier al. Echt niet, die heb ik speciaal voor jou. Take it. Oh shit, ga nou weg. Ga naar de kamer. Doei! Daar. Dat hoort zo, de deur gaat nooit helemaal open. Oh, is dat een nieuwe deur, schat? Oh, nee, nee, nee. Ah. Ja, doei. Oh, zie ik er zo eng uit. Ik heb je bed, ik heb je bed, ik heb je bed. Ik heb nog 2 andere. Ik was terug voor een knuffel. Ik heb nog een andere bed. Maar dit is de enige echte knoopbaarbed. Ja, dat is waar. Die you want terug. It. Geen you want terug. It. Geen met terug. Geen met terug. Geen met terug. Kopstoot. Au. Oh. Stoot terug. Oh, je knie is hard. Ja, kom maar. Nee. Knuffel. Oh, je trapte me in me. Ah. Ah. Oké, dit was echt fucking raar. Dit was heel raar. Vandaag gebeurt er niet zo heel erg veel speciaals, want ik ben gewoon heel veel aan het editen, heel veel aan het opnemen en met een tof project bezig. En ik dacht, weet je wat, ik wil toch iets leuks voor jullie doen in de vlog. Dus ik had zoiets van, hey, ik ga gewoon naar de hal toe en dan loop ik hier binnen en dan ga ik zitten en dan ga ik vertellen dat ik toch nog wat ga doen. En wat dat dan is, dat vertel ik zo. Alleen ik wilde niet normaal binnenkomen lopen, ik wilde binnenkomen lopen met gewoon mijn onderbroek. Dat jullie zouden denken van, hè... Waarom loopt hij in zijn onderbroek? Alleen mijn broek, dit is een skinny jean. En als ik die skinny jean naar beneden trek, dan gaat mijn onderbroek mee. Dus ik stond in de hal en ik trok mijn broek naar beneden. In het donker. En ik trok mijn broek naar beneden en mijn onderbroek ging mee. En Dee, die wou, omdat ik dat net ook bij haar deed, mij laten schrikken. Dus die stond zo heel stil op de hal en die zag dat ik dat deed. En die had echt zoiets van... What the fuck? En toen keek ik naar Dee en zag... Ik kan het uitleggen, ik kan het uitleggen. Het was zo fucking awkward. Ja, dit was, oh, ik voel het nog steeds, de awkwardness gewoon. Oh my god. Het is maar goed dat ik wat van je gewend ben, anders was het echt heel ongemakkelijk geweest. Zo, zeker. Stel, het was een vriend geweest of zo die hier gewoon kwam chillen.
Dat was echt heel awkward. Ja, dat was echt heel awkward. Dan zag je hem ook helemaal naakt. Anyways, ik ga het wel nog even doen voor jullie. Dus check jullie zo. Wat was je plan? Dat zul je zien als je de vlog kijkt. Dit zou serieus mijn fiets kunnen zijn. Geen handvaten. Er zit een of andere lintje om. Handvatten? Ja, dat snap ik ook niet. Het is net zoiets als gestofzuigd bullshit, maar het is zo. Handvatten. Handvatten. Deze fiets heeft geen handvatten. Dat klinkt zo gek. Yep. Geen kettingkast. Helemaal verroest. Maar er zit ook al wel zo'n papiertje van de gemeente dat je weg moet halen. Oh, is dat een papiertje van de gemeente? Voertuigvak. Dit voertuig wordt aangemerkt als wrak of verwaarloosd. Geachte eigenaar-beheerder van dit voertuig. U handelt in strijd met de algemene plaatselijke verordening artikel 5.5. Wij verzoeken u binnen 3 dagen dit voertuig op de openbare weg te verwijderen. Is het voertuig niet verwijderd, dan wordt het voertuig op uw kosten verwijderd. Oh. Na 4 weken opgeslagen zijn, wordt het vernietigd. Nadere informatie bij de gemeente, Zeist, Tel. Goed contact ook met de kijkers. Mooie oogcontact ook. Heb je enig idee, dit is een verregend papiertje, hoe moeilijk dat is om te lezen. Ik deed zo mijn best en alsnog wordt het niet gewaardeerd. Ik weet niet of ik nog wel door wil met deze relatie. Oké, we gaan. Het is Uber! Oh my god, we hoorden een fietsbel en in één keer is Quinny. Waar kom jij vandaan? Van Jonathan, ik was even aan het voetbal. Nice, wij moeten ook nog de crossbar challenge doen, hè? Ja. Nice. Oh, nu kan je ons een lift geven. Ik voor, D achter. Ga jij fietsen? We gaan een ijsje halen, wil je ook? Maar dan moet jij even mama bellen, want anders kom ik te laat. Ik was al eigenlijk te laat, want ik moest voor 8 uur thuis zijn. Oh my god. Dus ik was heel hard aan het fietsen, maar het is niet goed. Ja, snel. Nee, nee. Oeh, gaat rekt. Oké. Paaltje, Quinn. Ja. Ik zit lekker achterop, ik hou de bal vast. Oh, dit wordt echt drama. We komen nooit. Ja, neem maar die kant, heel goed. Boom, boom. Quinn rijdt op het gras. Je reed bijna die vijver in. Rondje. Oké, nu. Snel, Quinn, je moet snel naar huis. Snel. Oh. Rondje. Niet te ver gaan nu. Ah, fuck. Bijna. Dit is zo eng. Vroeger in Assen gingen we altijd zo, hè? Ja. Je liet mij heel vaak fietsen, echt. Slechte gentleman, jij. Altijd. En echt. Heel vaak gewoon. We gaan van een heuvel, Wow, deze banden zijn zacht, joh. Yo, dit is zwak. You can do it. Shit. You can do it. Holy shit. You can do it. Oh, Quinn die is afgestapt en duwt. Ja, lekker hoor. En hij is... We slingeren wel heel erg, jongens. Ik weet niet of ik het kan met deze fiets, maar... Gaat dan. Nee. Oh. Gaat goed. Holy shit, hij kan het echt lang. Wat hebben we hier, Deetje? Ben jij aan het smikkelen? Lekker soft ijsje met van die, hoe heet het ook weer? Discoballetjes? Ja, ik noem het altijd spikkels. Oh ja, spikkels, dat was het. Heerlijk, dat is maar een euro. Pak je camera. Ik herhaal precies wat D zei tegen mij. Oh, kijk nou hoe schattig. Oh my god. Je wilt ze opeten, hè, D? Nou, dat niet, maar... Oh. Staan we dan? Kijk, een eendentrappetje. Oh, is dat serieus? Ja. Yo, een eendentrappetje. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Echt niet? Nee, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Bij boten en bij havens en zo vet veel. Een eendentrappetje. Moet je maar daar kijken. Daar komen ze nooit op, die eenden. Ah nee, die kant is allemaal te hoog. Wauw. We staan gewoon bij de ingang. Ja. Zo,
Dames en heren, ik ben weer terug van een ijsje eten. En ik heb een pakketje gekregen. En laat ik die maar eens even openmaken. Want ja, wat moet je anders doen met een pakketje? Yeah, baby! Dames en heren, maak kennis met het shirt van Don. Oftewel, gay meneer. Zijn hoofd die staat hier heel erg vaak op. Met een heerlijk postvakje. Dus dames en heren, ik wil Don bedanken. Ik heb per ongeluk het raam open laten staan hier en ik had een studiolamp aan. Dus wat gebeurt er dan, dames en heren? Je krijgt van die stomme rotvliegen. En er zat zo net één op mijn beeldscherm. En ik wilde hem keihard doodslaan, maar dat spul krijg ik gewoon heel erg lastig van mijn beeldscherm. En ik vind het gewoon zonde van mijn beeldscherm. Dus nu heb ik gelukkig laat samen met D een soort van kaars gekocht in de supermarkt. En deze kaars die ruikt op zich best wel naar vakantie en dat is wel lekker. En hij is dus goed voor muggen. Dus nou ja, dan ga je hem natuurlijk aansteken. En ik hoop dat het werkt. Echt waar. Volgens mij is het maar één vlieg. Maar juist die ene vlieg die zit de hele tijd bij mijn oor. Het kaarsje heeft goed zijn best gedaan. Ik heb namelijk nergens last meer van gehad. Dus ik ben heel erg blij. Niet gestoken. En hopelijk word ik dat straks ook niet in de slaapkamer. Daar ga ik nu wel heen. Dus dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol Power!